let op de man die u zo gaat zien. Dit was hem toen hij een gouden plaat scoorde. Dus de enige directeur in Hilversum van een omroeporganisatie die ooit een gouden plaat heeft gehad. Dat kan Wiebo niet zeggen om hem wat te noemen. Kijk hoe die er nu uitziet. Zo zag hij er 3 maanden geleden uit. En nu, na vanavond, 284-666. U begrijpt wat ik bedoel. 035, Egbert Douwe, Hulde. Hij is gekomen. Hartelijk dank. Namens Gijs en Pisa. Oh! Kom uit de bedstee, mijn liefste. Weet je niet, je bent al veel te laat. Het hele dorp is al komen kijken naar de bruidegom die in zijn hemdje staat. Oh, kom uit de bedstee, mijn liefste. Het is vandaag toch onze huwelijksdag. De koster luidt al urenlang de klokken. Hij zweet zich rond en de kippen zijn van slag. De kerk zit al een tijdje vol familie. De organist die speelt zijn vingers blauw. De kachel van de kerk is ook bezweken. En ieder zit te barsten van de kou. De misdienaartjes worden zo balorig. Ik zag er eentje met een pijl en boog. Ze speelden Indiaantje op de kansel. En je moeder kreeg een pijltje in de oog. Oh, kom uit de bedstee, mijn liefste. De hele zaak loopt vreselijk uit de hand. Voor een tientje gaven de getuigen een interviewtje aan een oproepkrant. De taxijongens wilden geld van vader. Ze gingen, want de bruid kwam niet in zicht. Uiteindelijk is alles nog geregeld. Alleen zit vaders rechteroog wel dicht. De koster zei me hijgend onder het luiden. Waar blijft ze nou? Zo gaat toch alles mis. De zaak moet rond zijn over 10 minuten. Want buiten wat weer een begrafenis. Oh, kom uit de bedstee, mijn liefste. We hebben u al lang genoeg gewacht. Er komt nog tijd genoeg om uit te slapen. Want na vandaag komt er een lange nacht. Oh, kom uit de bedstee, mijn liefste. Niet voor mogelijk wat die Gijs met zijn ijs allemaal op de Nederlandse buis voor elkaar krijgt. Rob Oud was dat. Egbert Douwe met Kom uit de bedstee, mijn liefste.